Welkom bij de hoofdstuk 1.8.1 podcast. Hoofdstuk 8 bestaat natuurlijk uit 8.1. Het werkt over 8.2. Je eet, verteringsstelsel 8.3. Je ademhalingsstelsel 8.4. Je bloedvatenstelsel en 8.5. Wat er gebeurt rond je cellen. Gelukkig werkt het bij 8.1. De kleine blokjes hier zijn cellen. Een aantal van de cellen met dezelfde vorm en functie is een weefsel. Van weefsel maak je organen en verschillende organen met dezelfde taak zijn een orgaanstelsel en tenslotte krijg je een organisme. Je gaat leren in 8.1 wat organen doen, wat orgaanstelsels doen en hoe die orgaanstelsels samenwerken. Een orgaan weet je nog wel, een deel van je lichaam met één of meer taken. Bijvoorbeeld een bot, maar ook een hart. Hier heb je een torso. Nou, nog eventjes wat het is. Zonder hoofd en ledematen. In het midden, daar zit het middenrif. En boven het middenrif, dat heet de borstholte. En onder het middenrif heet dan de buikholte. Hier zie je het hart en het hart dat pompt en de bloedvaten die vervoeren het bloed. Dus het hart en de bloedvaten zijn een orgaanstelsel en het is het bloedvatenstelsel. En de taak daarvan is het vervoeren van stoffen door je lichaam. Daarom werken ze samen. En hier zie je het bloed onderweg naar het hart en hij brengt het bloed naar een vinger en weer terug naar het hart. En hij brengt de stoffen daar bij je vinger. Dit is het ademhalingsstelsel. Daar gaat lucht naar binnen. Door de neusholte, door de keelholte, luchtpijp, luchtpijptak, luchtpijptakje en hij komt in een longblaasje. En daar gaat de zuurstof het lichaam in. En tegelijkertijd komt er ook weer koolstofdioxide naar buiten en die gaat weer dezelfde weg in omgekeerde richting om. Door naar buiten. Het groene pijltje is koolstofdioxide. Dan hebben we hier het verteringsstelsel, tenminste een gedeelte daarvan. Daar komt voedingsmiddelen, komen daar aan in de maag, blijven er een poosje en gaan er weer door. En komen dan terecht in de dunne darm. En in de dunne darm gaan de voedingsstoffen, dus de dingen die je lichaam nodig heeft, die gaan daar je lichaam in. Dat is de taak van je verteringsstelsel. Hier heb je nog het uitscheidingsstelsel. Bloed met afvalstoffen komt aan in een nier. Een nier filtert dat uit. De afvalstoffen die gaan door de urineleider naar de blaas en door de urinebuis naar buiten. Dat is de taak van je uitscheidingsstelsel. Het spierstelsel en het skelet werken samen, maar ook ademhalingsstelsel, verteringsstelsel en het bloedvatenstelsel. Nou, die laatste drie had je net gezien. Ademhalen, het verteren van het verteringsstelsel. Het hart, dat pompt het bloed rond en dat gaat dan met name naar de benen, want die moeten bewegen, daar zit een spierstelsel. Dus die orgaanstelsels werken samen aan het bewegen, aan het fietsen. Hier een spier, als je daar wat binnenin kijkt, dan ziet het er zo uit, nog groter uitvergroot. Daar zie je boven een cel en onder een haarvaatje glucose en zuurstof gaan uit het haarvat en die gaan bij de cel naar binnen. En in de cel, daar vindt verbranding plaats. En daar ontstaat energie, want daar doe je het voor. De energie, die heeft de cel nodig. Er ontstaat ook koolstofdioxide en water. En die koolstofdioxide en dat water, die gaan weer het haarvat in. En daar worden ze afgevoerd. Hier schematisch. Het bloedwaterstelsel in het midden. Linksboven een stelsel waar dingen in en uitkomen. Rechtsboven een waar alleen ingaat. Dus linksboven het ademhalingsstelsel, rechts het verteringsstelsel. Lucht gaat er naar binnen en voedingsmiddelen gaan bij het verteringsstelsel naar binnen. Wat gaat er naar het bloedwaterstelsel? Dat is zuurstof en glucose. Die kant op, dat is natuurlijk het spierstelsel. En daar gaan natuurlijk toe zuurstof en glucose. Er vindt verbranding plaats in het spierstelsel en
Koolstofdioxide en water gaan door naar het bloedvatenstelsel. Koolstofdioxide gaat naar het ademhalingsstelsel. En naar het uitscheidingsstelsel gaat water. Het hoofdstuk schematisch. In rust en bij inspanning gaan er verschillende hoeveelheden bloed naar verschillende organen. Gaat er aardig wat naar het verteringsstelsel, weinig naar het hart, aardig wat naar de nieren, behoorlijk wat naar de hersenen en wel wat naar de spieren. En hoe is dat nou bij inspanning? Dan verandert er wat. Er gaat wat minder naar het hart, maar helemaal eigenlijk niks meer naar het verteringsstelsel, of bijna niet. Het beenderstelsel niet, de hersenen heel weinig, maar naar de spieren heel veel. En als je dat nog eens gaat kijken in liters, dan zie je één pijltje met 1 liter, bijna niet te zien. En 10 liter is al een breder pijltje. En zo is de verdeling in liters bij rust en bij inspanning. Dit was hem alweer, de 8.1 podcast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer. I'm running till I can reach the top of stairs. And maybe you wanna fit me into a different kind of games. But I don't give up. I'm